Wie in Driehuis kent Ruud Gerrits niet? De honderden reacties op zijn overlijden zijn het antwoord op die vraag. Eigenlijk kent iedereen hem. 25 jaar bestierde hij de dorpssuper. De laatste 15 jaar stond hij achter de tap van Café Middelo, de kroeg van de familie. Mijn broer is al de eigenaar en ik werk hier ook. En we gaan er allemaal keihard aan werken om er hier net zo'n mooi café van te maken als dat mijn vader altijd gedaan heeft. De veeltjes die moeten altijd dezelfde kant op liggen, moeten precies op dezelfde manier. Ja, dat is gewoon zijn wijze. En hij stond daar achter zijn bar, maar hij overzag alles. En als je glas bijna leeg was, dan kwam eigenlijk de volgende er alweer aan. Welke kwaliteit zou jij van hem willen overnemen? Goed lachsheid. De mensenkennis die hij had, begint langzaamaan in te groeien. Maar ja, goed, dat is ook in de loop der jaren natuurlijk. En ja, gewoon de man die hij is. Hij was heel geïnteresseerd in hoe het met jou ging. Die gesprekken waren heel prettig. En inderdaad, ik zei het net al, hè, meer dan een kroegbaas, maar een soort dorpspsycholoog. Nou, normaal als je ergens komt, wordt het heel subtiel neergezet. En bij hem was het meer zo van, hier, alsjeblieft. En ja, gewoon ja, wel heel vriendelijk, maar ook een beetje boers eigenlijk wat erin zit. De uitvaart van de markante dorpsman Ruud Gerrits is dinsdag. En uiteraard is het hele dorp welkom. Proost. Ruud.